Ja, ik wil het dus eigenlijk helemaal niet verklappen. Hè? Ik wil het eigenlijk helemaal niet verklappen. Maar ik doe het lekker toch maar. Beloof me. Serieus. Beloof het me. Even je bek dicht, hè. Even je bek dicht. Want dit is echt fucking geniaal. Dit is echt kankerbriljant. En ik denk, ik gok zomaar, dat ik binnen nu in 2 dagen gewoon multimiljonair ben. Ja, moet ik weten. Ja, en dan zie ik jullie denken, ja, maar waarom dan, Vincent? Waarom? Wat is er aan de hand? Ik zal het vertellen. Ik heb dus een app. Een app. Ik heb een app ontwikkeld. Ja, een app. En ja, maar oh, grote Vincent. Wat doet die app dan? Nou, zal ik uitleggen wat hij doet? Het is de kijk eens of ik een natte kut heb. App. De kijk eens of ik een natte kut heb. App. Dat is hem. En ja, wat zou die nou doen? Ja, weet je, iedereen heeft wel eens momenten van onzekerheid of twijfel, weet je wel. Heb ik nou wel of geen natte kut? Lekt het? Kunnen ze het zien? Nou, heel simpel. Wat jij dan doet, hop, je pakt 2 vingers, je stopt ze in je poen, je trekt ze eruit en je legt ze op de touchscreen. Je legt ze op de touchscreen en die analyseert dan of jij al dan niet een natte kut hebt. Welke vochtigheidsgraad, zuurtebreedte, hoogte, diepte. Analyseert alles en jij weet binnen 3,5 uur, jouw kut is wel of niet nat. Nou ja, weet jij waar je aan toe bent en of je aan de slag kan. Fucking handig, toch? Of als jij een wijf ziet lopen op straat en je denkt van, hey, die wil ik wel even palen. Nou, dan ren je er naartoe. En dan zeg je, hey. En dan zegt ze ja. En dan pak je telefoon. Je pakt je telefoon en die... Oh, sorry. Die knal je zo in die kut. En als je hem dan eruit trekt, zo... Als je hem dan eruit trekt en er hangt zo'n sliert aan... Zo'n klodder, weet je wel. Dan kan je er met enige zekerheid van zeggen van... Nou, goh, die is nat. En dan pak je de app. Je pakt de app. En dan zeg je, jij haat een natte kut. Nee, je pakt dus de app. Die open je en dan doe je zo. Groen vinkje. Hop, een groen vinkje. Natte kut. Groen vinkje. Nou, dan heb je een vinkje. Nou, en dat is dus kenggeniaal. En dan zeg je van, nou, wijf, jouw kut is nat. Jij komt er bij mij mooi niet in. Dus even lekker normaal, man. Ga maar buiten staan met je natte kut. Hoer. Dus dat is een beetje het idee. En ja, ik heb er niet heel wijs lang over nagedacht. Maar ik heb er wel over nagedacht. En dat het een gat in de markt is, dat mogen duidelijk zijn. Dus nou, ik ga even natte kutten scoren. Even prototypen uittesten. En nou, ik zie je over 2 dagen wel. Hele fijne hallo allemaal.